De stichting Twiga vangt straatkinderen en aidswezen op in noordelijk Tanzania. Ze krijgen onderdak, zorg en een opleiding. Vorig jaar is een opvanghuis gestart met inmiddels 14 kinderen. Om het opvanghuis self-supporting te maken, worden er bij het opvanghuis lodges. Dat zijn Tanzaniaanse gastenverblijven gebouwd om toeristen en vrijwilligers tegen betaling te huisvesten. Zodat het Twiga-project op den duur zichzelf kan bedruipen. De afdeling Friesland van Twiga, dat in het Kiswahili giraffe betekent, organiseert voor dit project een kunstveiling waar 126 kunstwerken worden geveild. Hieronder een aantal uit de privécollectie van kunstkenner Tom Mercuur. Meneer Jan van Dalfsen, een kunstveiling voor de stichting Twiga. Kunt u eens uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Ja, dat is een heel leuk item, een kunstveiling. Dat willen wij graag doen. Ik heb een paar broers in Friesland. Die hebben een project geadopteerd in Tanzania van een nicht van mij. En die nicht die heeft nu een kinderopvanghuis opgericht in Tanzania. Dat draait vanaf november. Er zitten nu inmiddels 14 kinderen. En ze heeft nu nog wat geld nodig voor een project wat ze naast haar kinderhuis wil starten. Een stuk grond heeft ze gekocht. En op die stuk grond, dat grenst aan het Nationale Park in Tanzania, daar wil ze nog graag 6 lotjes bouwen waar de vrijwilligers die uit Nederland met een sabbatical year vrijwilligerswerk willen gaan doen. Die komen dan in die lotjes te wonen tijdelijk. En die helpen dan 3 maanden in haar kinderthuis. En daar betalen ze een bedrag voor. We hebben nodig ongeveer 48.000 euro voor het hele project. Voor het lotjesproject. En dan kan, als die vrijwilligers komen, kan het hele project self-supporting worden. Dan kunnen ze na 3 jaar kunnen ze zelf in hun onderhoud voorzien. En nu wordt het nog gesponsord door donateurs en door een grote autodealer in Nederland die het kinderopvanghuis voor 3 jaar heeft gegarandeerd. Jullie zijn op het idee gekomen om een kunstveiling te organiseren. Hoe gaat dat in zijn werk? Je begint ergens in de kunstwereld in Friesland. Ja, het is begonnen met Tom Mercuur. Tom Mercuur die hebben wij bezocht en we hebben hem gevraagd van hoe kijk je tegen dat idee aan om een kunstveiling te houden voor dit project. Nou, hij zegt, lijkt me hartstikke leuk. Ik wil er wel aan meewerken. En hij heeft uit zijn eigen privécollectie heeft hij ook 7 schilderijen ter beschikking gesteld van bekende Friese kunstenaars. En hij zegt, ik wil jullie wel supporten hoe je het moet doen. En ja, er moet 48.000 euro komen. Inmiddels hebben we de helft al bij elkaar. En die andere 24.000 euro, ja, die moet ergens vandaan komen. En ik vind het een heel goed idee om zo'n kunstveiling te houden, zegt hij. Dus ga maar aan de gang en schrijf maar kunstenaars aan in Friesland, Groningen en Drenthe. En kijk maar of je werk kunt krijgen. Nou, dat is gelukt, hè? Dat is bijzonder goed gelukt. Een heleboel kunstenaars in Friesland, die hebben we aangeschreven. En die waren zo enthousiast. Die hebben heel veel werken beschikbaar gesteld. En we hebben, denk ik, we hebben nog een keuze moeten maken. We hebben 160 werken hebben we in bezit gekregen. Waarvan we er dus een 126 exposeren. 120 kunstwerken? Hoe lang duurt het om die te veilen? Ik heb gehoord dat een goede veilingmeester die kan er echt 1 à 1,5 per minuut doen. Dus dat zou betekenen dat, dat met 2 uur zou het kunnen. Maar we hebben een hele leuke veilingmeester hebben we gevonden die uiteraard ook met een komische noot probeert zoveel mogelijk schilderijen te verkopen. En dat zal het wel iets langer gaan duren, maar toch in 2 uur zou dat moeten kunnen. 120 geboren voor deze prachtige haan. Niemand meer dan 120, eenmaal, andermaal. Niemand? Verkocht.